3, 2, 1, vuur nu! Het Open Nederlands Kampioenschap Pijproken is begonnen. Het museum van Royal Goedewagen Nieuw-Buinen staat razendsnel vol rook. En dat de beste maan mag winnen. Ook de Nederlands recordhouder en wereldkampioen uit Delft doet mee aan de wedstrijd. Goedewagen produceerde al in de 17e eeuw miljoenen goudse pijpen. Nou, deze plek is bijna een soort Walhalla als je praat over cultuurhistorisch en het feit pijp als zodanig. En met zo'n aardewerken pijp, 3 gram tabak en een stamper moeten de deelnemers zo lang mogelijk roken. Na 25 minuten zijn het de eerste uitvallers. Bang om hem te laten uitgaan en dan te veel eraan trekken en dan brandt hij te snel. En dan houden we alleen maar as over. Op het Open Nederlands Kampioenschap doet ook een groep Duitsers uit Keulen mee, waaronder een man van 88. Hij geeft het roken nog lang niet op. We zien in de kisten komen, Duits gezegd. Als ik twijfels heb dat die pijpen zitten wel een beetje te sabbelen, moet ik vragen om rook te zien. Na een uur dunnen de gelederen uit. Henk Sprik uit Assen is een van de laatste 3. Het wedstrijdelement is voor mij niet zo belangrijk. Een beetje Olympische Spelen gedachte, hè? Van meedoen is belangrijker dan winnen. En als na 1 uur en 59 minuten Riens de Jong uit Sneek naar de wc moet, blijft Hans Sonderman uit Delft over. Nee, ik rook nog wel even. Zoals het er nou uitziet, denk ik een minuut of 20.